We zijn hier op een zeugenbedrijf. We produceren hier biggen. We hebben zeugen, die worden geïnsemineerd. En na 3 maanden, 3 weken en 3 dagen, ofwel 16 weken draagtijd, worden biggetjes geboren. Doorgaans zijn het van 9 tot zo'n 15 biggen. Die biggetjes die gaan meteen op zoek naar biestmelk. Dat is heel belangrijk voor de weerstand die ze dan meteen op gaan bouwen. Als ze 10 dagen oud zijn, dan gaan de biggen voor het eerst melkkorreltjes eten. Dit vinden ze heel lekker en het is belangrijk om het maag-darmstelsel vast voor te bereiden op het moment dat ze gespeend worden. Dit is op zo'n 4 weken leeftijd, dan gaan we ze spenen. Dan kunnen ze een weekje of 6 rondhuppelen en dan gaan ze van de melkkorrel gaan ze naar de biggenkorrel. En daarna, als ze 10 weken oud zijn, dan gaan ze naar de vleesvarkenshouder. I can love you more than this, yeah. When he lays you down, I might just die inside. It just don't feel right. 'Cause I can love you more than this. Can love you more than this. Als de vleesvarkens zijn afgeleverd en de afdeling is leeg, dan wordt de afdeling grondig schoongemaakt. De afdeling wordt ingeweekt en wordt ingeschuimd met een inweekmiddel, met een ontsmettingsmiddel. Vervolgens worden de gashielders opgehangen in de afdeling om de afdeling droog te stoken. En dat zorgt er tevens voor dat de afdeling goed op temperatuur is. Vlak voordat de jonge varkens komen, doen we de hokken instrooien met een dikke laag zaagsel. Bovenop dat zaagsel doen wij snijmais. En dit doen wij zodat de zuurtegraad in de darmen van de varkens mooi op peil blijft. Elk hok heeft een aantal speelgoedjes zodat de varkens zich leuk kunnen vermaken. Mijn vak is varkensdierarts en ik ben eigenlijk gewoon dierarts, maar dat is niet het goede woord. Mijn beroep is varkens gezond te houden en niet te genezen. Elke maand kom ik op al mijn bedrijven die ik begeleid. Daar coach ik mensen, daar probeer ik samen met de ondernemer of samen met de dierverzorger te zorgen dat die varkens inderdaad gezond blijven. Zorgen dat varkens geen antibiotica nodig hebben, een goede welzijn, een goede diergezondheid en een veilig stukje vlees kunnen hebben. When he opens his arms and holds you close tonight, it just won't feel right. 'Cause I can love you more than this. When he lays it on, I might just die inside. It just don't feel right. 'Cause I can love you more than this. Can love you more than this.
voor eventueel misschien tot een volgende keer op ons bedrijf. Doeg!